Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik lekker een Q&A voor jullie. Ik heb op Instagram gisteren wat vragen gevraagd. Gevraagd voor jullie wat vragen willen insturen voor een Q&A. Gewoon alles wat je wou weten, gewoon dingen waar je benieuwd naar was. Ik heb een paar vragen binnengekregen, dus die gaan we lekker behandelen. Ik zit hier in een totaal andere ruimte dan normaal. Want dit is de logeerkamer bij ons thuis. Maar ik ben mijn hele beddengoed en zo en allemaal aan het verschonen. Dus het is echt een poepjesbende op mijn kamer, om het even netjes te zeggen. Dus ik heb wat vragen. Dus laten we ze gewoon lekker behandelen. Oh, lekker even zo. Ja, oké, top. Eerste vraag is van Bo. Hoe lang ben je al met krokodillen? Ik ben al met deel bijna 2 jaar officieel. 19 april hebben we 2 jaar. Echt heel erg leuk. Maar we kennen elkaar nu al sowieso 2,5 jaar. In het begin al heel veel contact gehad. En uiteindelijk maar gewoon besloten van laten we maar een datum vastplakken. Dus nu 2 jaar. Dus dat. Even kijken. Beste tip voor onzekerheid over een uitgesproken persoonlijkheid. Ja, dat vind ik altijd lastig. Heel veel mensen zeggen altijd tegen mij van, oh, je bent zo zelfverzekerd en je hebt echt scheid aan alles en bla bla bla. Klopt ook. Ik heb ook eigenlijk overal scheid aan. Tuurlijk trek ook mij dingen aan en ben ik soms onzeker. Of nee, soms best wel vaak onzeker. Vraag maar aan Dylan. Dus ik ben ook best wel vaak onzeker. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook wel weer van, ja, maar weet je, dit ben ik. Dit vind ik leuk. Dus waarom zou ik me aanpassen aan anderen? Totaal niet. Dus ik hou gewoon van om lekker creatief te zijn met kleding. Make-up vooral, dat is natuurlijk ook mijn werk. Ik werk voor MAC Cosmetics, voor de mensen die het niet weten. Dus ik kan altijd lekker creatief zijn, lekker mijn ding doen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Maar ook qua kleding, ik vind het gewoon leuk. Bijvoorbeeld nu heb ik gewoon een zwart wit vest aan met een zwarte broek. Weet je, gewoon niet heel spannend, maar wel gewoon cute. Maar ik kan ook totaal iets anders aandoen van een jurk met laarzen en weet ik het allemaal. Dus ik kan heel veel verschillende stijlen heb ik ook. Maar wat was nou ook weer de vraag? Beste tip voor onzekerheid. Ja, ik ben altijd al heel erg mezelf geweest in mijn kleden en zo. Dus bij mij is er eigenlijk een soort van ingerold. Ik heb altijd gewoon lekker mijn ding gedaan. Want ik dacht, ja, dit vind ik leuk. Dus waarom, weet je wel. En ik heb letterlijk een hekel. Echt een hekel. Als ik een groepje meiden in de stad zie lopen en ze zien er letterlijk allemaal hetzelfde uit. En even een voorbeeldje, wit shirtje, skinny jeans, witte sneaker en een leren jasje bijvoorbeeld. Het is nu iets minder, maar een paar jaar terug liep bijna iedereen er zo bij. En ze zien er allemaal hetzelfde uit en ze willen allemaal hetzelfde aan hebben, want als zij dat heeft dan is het heel cool. Dus doe ik het ook. Ik vind het verschrikkelijk. Doe lekker je eigen ding. Trek lekker aan wat je zelf wil. Ik word er helemaal gek van. Dus echt een tip is er niet. Probeer thuis lekker uit. Probeer wat jij leuk vindt, trek dat aan. Hou het lekker aan als je thuis bent. Als je denkt, yes. Ga dan eerst naar buiten als je gewoon boodschap moet doen. Trek het dan aan of zo. Als je alleen even boodschap moet doen of snel iets in het dorp moet halen of een stad waar je ook bent. Trek het dan aan, want dan kan je er misschien een beetje aan wennen. En dan heb je snel dat je denkt, oh, dit is leuk. Kijk hoe mensen reageren. Misschien dat? Ja, dat is het enige wat ik nu eigenlijk even kan verzinnen. Dit was trouwens de vraag van Zara. Paul zegt, ik weet al heel veel van je. Succes met je video. Thanks. Oh Marit, wie is je allerleukste, knapste en grappigste vriendin? Dat ben ik zelf. Nee. Nee, ben jij natuurlijk maar. Echt, mijn schatje. Als je haar niet volgt op Instagram, mensen, doe het. Gewoon Marit Mijnheer. Ze staat ook op mijn Instagram. I love her. Ze heeft gewoon een goede stilo. Lekker wijfie. Goede feed. Moet je gewoon volgen. Ga haar stalken. We hebben toch niks te doen, want we moeten allemaal thuis zitten. Niks te doen, maar ga gewoon even er kijken, oké? Dankjewel. Heb je al gevolgd om wc-papier op de parkeerplaats van een supermarkt? Nee. Nou, en wat grappig was, ik werd 's avonds opgehaald door mijn moeder van werk.
En toen gingen we nog heel even naar de supermarkt, moesten een paar dingen hebben. En toen was het inderdaad al van, oh, alles is geplunderd, bla bla bla. En oh, voor mij was dat zaterdag, ja. En bijna alles was geplunderd, dus wij gingen er nog heen. En ja hoor, in Dalfsen City of All Places was gewoon nog heel veel wc-papier. Kan ook zijn dat ze echt net hebben bijgevuld. Maar, of nee, bijgevuld, maar bijge... Ja, bijgevuld toch? Oh, ik heb echt heel even een loopneus. Maar ik was dus op mijn kamer bezig en het is heel stoffig. Dus ik zit de hele tijd niet zo ook echt. Maar nee, ik heb nog niet gevochten, helaas. Ik had het wel leuk gevonden. Deze vraag was van Wendy. Van Sophie, leuke creatieve dingen die ik kan doen deze 3 weken. Nou ja, naast dat heel veel mensen moeten voor school bezig. Ik moet ook gewoon nog dingen thuis doen voor werk. Wat ik wel heel erg leuk vind, want dan ben ik tenminste bezig. Maar ik kan nu ook weer een beetje dit oppakken en voor Instagram en zo bezig. Maar wat ik dus doe is foto's maken voor Instagram en dat soort dingen. Maar zo, ik weet dat jij daar niet zo van bent. Dus dat raad ik je niet aan. Of nou ja, wie weet, je kan beginnen. You never know. Ga dingen kijken, zoals mijn video's. Dat vind ik een hele goede tip. Netflix, ga schilderen, ga sieraden maken, weet ik veel. Lezen. Begin een puzzel. Vind ik echt heel erg leuk trouwens. Ja. Ja, dat. Meer kan ik niet verzinnen. Ga leren over school. Iemand vraagt, hoe ben je onder corona? Volgens mij is Nederland helemaal crazy. Ja. Ik vind het wel een beetje eng dat ik denk, het kan toch best wel, het is toch best wel een heftig ding. Dus dat vind ik wel een beetje eng, maar nu we allemaal binnen moeten blijven en dat vind ik dan wel fijn, zeg maar, dat we gewoon allemaal binnen moeten blijven, zodat er verder ook niet zo heel veel kan gebeuren. Tuurlijk moet je naar de supermarkt, tuurlijk heb je noodzakelijke dingen die je nog moet halen. Maar ja, dat. En het is nu heel lekker weer deze dagen. Dus ik bijvoorbeeld een wandelingetje maken of zo. Dat vind ik nog wel lekker. Dus dat ga ik dan waarschijnlijk ook wel gewoon doen. Als ik er zin in heb. Maar ja, verder. We moeten gewoon allemaal lekker binnen blijven. En ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin om hierover te praten. Want ik word helemaal gek van iedereen. Letterlijk elke dag. Je wordt gewoon staat op met corona. En je gaat naar bed met corona. Ik snap het. Want het is gewoon natuurlijk het ding nu. En het is heel heftig. We hebben nog. Sinds de weet ik hoe lang geleden hebben we dit al niet meegemaakt, zoiets. Dus het is gewoon heftig. Maar ik probeer gewoon positief te blijven. Leuke dingen te doen, films te kijken. Lekker mijn camera aan het opruimen en veranderen een beetje en zo. En Instagram-foto's maken. Dus ik probeer echt het positieve eruit te halen. Ik heb ook zin om weer make-up looks en zo te maken. Dus ik hou het gewoon lekker positief. Dus dat is wat ik nu gewoon een beetje aan het doen ben, eigenlijk. Dus ja. Wat doe jij in deze super drukke tijd van het leven? Nou ja, is natuurlijk een beetje sarcastisch, want we zijn natuurlijk allemaal heel erg rustig. Maar zoals ik al zei, ik wil een beetje YouTube weer oppakken. Gewoon een beetje van die niet hele moeilijke video's, maar gewoon lekker zo. En mijn Instagram, ik wil een beetje experimenteren met make-up looks. Ik moet ook gewoon nog dingetjes voor mijn werk doen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ja. En mezelf proberen te vermaken. Ik denk wel dat ik op een gegeven moment wel echt denk van. Weet je wel? Dat sowieso. Maar ik probeer gewoon echt het beste van te maken. En gewoon leuke dingen te doen. En op deze manier ook gewoon mezelf af te leiden. Dus ik denk dat voor mij dat het beste werkt. En ze vraagt ook, wat ga ik de aankomende tijd het meest missen? En dat is echt werken. Ik zeg je, ik vind werken echt heel leuk. En ik vind het gewoon fijn. En lekker ergens anders zijn, niet alleen maar thuis. Dus ik ga werken wel echt missen. Maar ja, weet je, over een paar weken zijn we gewoon weer lekker aan het werk, hoop ik. En dan gaan we gewoon weer lekker sleeën. Dus ja, dat mis ik wel. Want ik ga gewoon altijd met plezier naar mijn werk. Dus dat is wel gewoon altijd. Dus dat is nu wel wat ik mis. Talia zegt, oeh, wat leuk. Ja, leuk, hè? Even kijken. Nou, ik heb echt zulke rare vragen. Het zijn allemaal van die fake accounts. Weet je wel, van die fake accounts, maar van die rare accounts die dan dingen gaan sturen. Mijn licht is opeens zo anders. Oh nee, nu kom ik weer een beetje terug.
Oké, apart. Welke persoon heeft jou geïnspireerd? Ja, maar voor wat? Ja, vind ik moeilijk. Want heel veel mensen inspireren me. Weet je, je wordt sowieso... Je groeit op met je ouders, dus die... inspireren je ook altijd wel op dingen. En verder, wie wel een inspiratie is... Ik vind... Ik moet eerlijk zeggen, ik vind Yara Michels vind ik echt een heel leuk persoon. Hoofdredactrice van Linda Meijden. En dat ze gewoon YouTube doet, Instagram, hoofdredactrice van Linda Meijden. En alles heeft gewoon onder controle. Ze heeft nog een eigen webshop, Shop Atelier. En ik vind haar gewoon wel echt een powervrouw. Omdat zij dit dus allemaal doet. En zoveel dingen tegelijk doet. En dat vind ik wel heel erg vet en heel erg tof. En gewoon lekker ondernemend. En dat is, ja, dat is wel een echt gewoon inspiratie voor mij. Ja, als, dat is de eerste die nu een beetje in me opkomt eigenlijk. Met die ik ook gewoon trouw volg en leuk vind om te volgen. Dus ik denk, ja, die. En weer een vrij grote inspiratie. Nou, ik denk op dit moment even Yara dan. Ik vind Celine Bernhards, make-up artist uit Nederland, heel vet, heel tof. Nou ja, al mijn Mac-collega's zijn ook wel echt een inspiratie, want ik leer van iedereen. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. Je komt in contact met elkaar, iedereen heeft totaal verschillende stijlen in make-up en dingen. En je leert echt weer van elkaar en dat is wel echt heel leuk. Nu in deze tijden spreek je elkaar ook weer wat meer. Dus dan, ja, iedereen inspireert elkaar wel. Dus dat vind ik ook wel echt heel erg leuk. Dus dan... is mijn werk is ook wel echt een grote inspiratie eigenlijk. Daar haal ik even ook wel inspiratie uit. Dus ja, denk eigenlijk dat. Ja. Ja, verder kan ik echt even zo 1, 2, 3 niks verzinnen. Maar dat waren een beetje de vragen. Verder heb ik echt allemaal van die random, vage vragen van die accounts. I use storyvoter.com. Grow safety later than never. Oké, okay, well. Nice for you. Dat dus. Dus dat was mijn Q&A. Heel erg klein. En hij duurt alsnog weer 13 minuten. Oh, ik ben toch ook zo'n toppertje. Ik kan zo lekker lang lullen. Maar dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga proberen kijken of ik gewoon weer een beetje van die leuke random video's kan opnemen. Misschien ook wel weer echt wel leuke video's. Of misschien, weet ik veel wat. Let me know wat jullie ook leuk vinden. Vond je het leuk? Doe je duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe video's. En ja, zie ik jullie gewoon de volgende keer. Doei doei!